Dirk Schuijbroek, de World Series, leg eens uit. Wel, World Series is het familie-evenement bij uitstek. Alles draait rond auto, autosport en passie rond de auto. Met heel veel races op het circuit zelf. En in de paddocks hebben we heel veel animaties voor groot en klein. Uiteindelijk hebben jullie met de World Series bij Renault toch een promotieformule die naar Formule 1 leidt, hè? Inderdaad, Renault heeft een hele lange traditie binnen de promotieformules. En de ambitie van Renault is echt om met die promotieformules een springplank te bieden aan jongere mensen om het te maken in de autosport op het hoogste echelon. En als we denken aan Alain Prost, die ook opgeleid is in een van die promotieformules van Renault, denk ik dat we in die opzet nog telkens slagen. Als we het hebben over promotieformules, dan hebben we het ook over de Clio Cup. Hoe staat het daarmee? Clio Cup Benelux gaat dit jaar naar zijn tweede jaar toe. Het begin van het seizoen is een beetje moeilijk geweest, maar dit jaar, nu in Spa, zullen er 20 Belgische of Benelux auto's aan de start gaan. Maar ook de Fransen komen met ons meerijden, dus er zal een plateau worden tussen de 40 en 50 auto's. Dus spektakel gegarandeerd. Waarom zou ik nu naar Francorchamps moeten afzakken? Wat ten eerste is het volledig gratis. Parking is gratis, maar ook de toegang is volledig gratis. Voor een evenement waar telkens elk jaar zo'n 60.000 mensen naartoe komen. Er is voor elk wat wils. En vooral twee belangrijke evenementen dit jaar. Ten eerste hebben we Max Verstappen, die een show komt doen tot tweemaal toe per dag, zaterdag en zondag, op het circuit van Francorchamps. En dan een tweede is dit het eerste weekend dat de RS1 van stal gaat voor de eerste race van dit kampioenschap. En fait, sur cette très belle voiture de compétition, il fallait qu'on trouve à la fois le mot Renault Sport, d'où RS, et puis 01, parce que c'est un peu une nouvelle ère que l'on crée avec cette voiture à un niveau de performance jamais vu, à part en monoplace, où nous avons des voitures extrêmement puissantes aussi. Et donc, en fait, RS01, ça finissait avec un clin d'œil à la Formule 1 de l'époque. Alors en fait, l'idée de cette auto, c'était de montrer un petit peu le renouveau de Renault. On a une gamme moderne qui est en train de se mettre en place avec un design très fort. Et l'idée était que la compétition puisse compléter ce travail. Donc on a créé une voiture qui est à la fois un concept car, qui est une voiture extrêmement performante. Et on a relié ça ensemble avec RS01, qui est voilà, notre façon chez Renault Sport d'accompagner Renault dans cette dynamique de nouvelle image de la marque. Alors, d'un point de vue technique, nous avons une voiture qui est dessinée autour d'une cellule en carbone, une cellule qui est assez proche des homologations de prototype LMP. Nous avons un moteur issu de l'alliance Renault-Nissan, c'est un moteur V6 biturbo qui développe 550 chevaux. Et nous avons des freins au carbone, nous avons des éléments aérodynamiques de haut niveau de performance avec beaucoup d'appui. C'est une voiture qui a un fond plat, qui a un diffuseur, une lame avant, un aileron arrière et donc au final un package très très performant qui se retrouve en performance pure sur un circuit entre une GT3 et une DTM. Alors en fait, le point de départ, c'est que nous n'avons pas de GT de route. Si nous avions dans la gamme Renault ou Renault Sport une GT de route, nous aurions fait une extrapolation GT3 classique et à ce moment-là, il aurait été facile de se battre contre les autres. Dans le cas présent, nous avons créé une voiture de cours 100% sur un cahier des charges que l'on s'est fixé. Donc on est dans une course monotype dans le cadre des World Series by Renault. Et on travaille maintenant en parallèle à faire ce qu'on appelle une balance de performance, donc une limitation de la performance pour que la voiture devienne acceptable par d'autres championnats. Donc je ne désespère pas qu'on ait très bientôt une voiture qui puisse rouler contre les autres GT3. Alors en fait oui, la course automobile malheureusement est toujours un petit peu trop chère. On essaye de réguler ses coûts par le format de course, le nombre d'heures de course dans le week-end, le nombre de trains de pneus, la fiabilité, le nombre de composants qu'on aura besoin de changer d'une course à l'autre.
Bon, on travaille sur tous ces aspects-là. Pour autant, il est vrai que la course reste un petit peu chère. Donc on est amené à faire un travail de promotion de tous les arguments que l'on peut mettre en avant pour montrer la performance de l'auto. Ce qu'on fait par exemple quotidiennement en parlant et en côtoyant les managers de pilotes, les pilotes pour leur montrer le travail effectué chez Renault Sport. Le deuxième aspect, c'est aussi de montrer par les prize money l'attractivité du championnat. On a des formats de course qui permettent à chaque pilote de courir seul, d'avoir un classement qui reflète ça au niveau de performance et d'avoir un prize money en fonction de son classement. Il y a bien sûr aussi une course avec les deux pilotes réunis, puisqu'on est dans un format pro-am, pro-professionnel amateur ou prestige et élite dans le cas. Et donc on a à la fois cette course entre amis et des courses individuelles qui permettent d'aller chercher pour l'un un test chez Nismo au Japon et pour l'autre un volant dans une écurie en LMP2 aux 24 heures du Mans. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait partie de l'attractivité de ce championnat. Nous avons déjà un certain nombre de pilotes qui sont signés, qui sont de différentes nationalités européennes et on continue à faire connaître ce championnat de façon à attirer un peu plus large et j'espère qu'un jour nous avons à cœur d'essayer de mettre sur place un championnat en Asie avec cette auto. On en rêverait parce que l'auto est très belle et ce serait une version, à n'en pas douter, très 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 impressionnante. Pour autant, toute l'homologation a été faite uniquement avec des critères de course, que ce soit sur le bruit, la pollution, l'éclairage, l'essuyage. Toutes ces choses-là font qu'on n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir aller sur le terrain d'une voiture homologuée route. Oui, tout à fait. Vous pouvez acheter un véhicule et puis vous amuser sur un circuit privé, faire en sorte de faire des réunions entre amis sur une piste club, etc. Donc on peut aussi acheter ce véhicule sans être un professionnel ou un amateur très éclairé de la course, simplement un collectionneur avisé qui a quelques compétences de conduite parce que c'est quand même une auto qu'il faut emmener. Alors c'est une voiture qui vaut juste en dessous de 300 000 euros, montée, prête à rouler. En dan nu is iets helemaal anders, een Sherco. Wat is Sherco? Sherco is een Frans motormerk, weinig bekend. En in dit geval is niet bekend, voorlopig ook onbemind. Maar daar zal verandering in komen, want Sherco heeft een hele reeks sterke producten op de markt gezet. Een van de belangrijkste daarbij is de SEFR 450. Een zware enduro eigenlijk, een motor met heel veel kracht. Nu, gek genoeg is deze motor helemaal niet zwaar. Hij voelt aan als een 250, als een kwart liter enduro. En die kwart liter enduro's die staan ervoor bekend heel wendbaar te zijn, heel vlot te sturen. En dat is precies wat deze 450 doet. Alleen, hij combineert het met heel veel vermogen onderin en een heel soepel motorkarakter. Dat wil zeggen dat hij ondanks zijn grote kracht toch gemakkelijk te beheersen blijft, gekoppeld aan het stuurvermogen van een 250. Dus daarmee heeft Sherco een compromis bereikt dat eigenlijk heel moeilijk haalbaar bleek. Die wendbaarheid, gekoppeld aan grote kracht en heel beperkte afmetingen eigenlijk. Als je in het zadel kruipt van deze motor, dan denk je dat je op een veel lichtere machine zit. Nu het hart van deze SEFR 450 Sherco is een heel sterk en kloek viertaktblok, een 450cc. Dat wil zeggen dat daar een knoert van een zuiger in zit, want het is een monocylinder. Heel grote zuiger, stel je maar iets voor, groot genoeg om als asbak te dienen in de doorsnee sigarenclub. En die geeft genoeg bottom power, vermogen onderin,
om heel vlot te rijden. Dus je moet met deze motor eigenlijk nooit heel hoge toerentallen gaan opzoeken. Heel sterk, monocylinder, viertakblok, vloeistofgekoeld. Dat staat garant voor constante prestaties eigenlijk. En we hebben ook gewaar geworden een heel precies en gemakkelijk schakelende versnellingsbak. Dus dat is het hart, dat is eigenlijk wat alles aanstuurt. En ook daar zit Sherco wel goed. Dus dat maakt dat deze motor heel gemakkelijk te bereiden is. Wat Sherco ook gedaan heeft, is een langer frame gemonteerd dan op zijn andere modellen. En dat geeft een groot voordeel op het gebied van stabiliteit. Nu, waarom moet deze motor stabieler zijn dan de doorsnee Enduro? Omdat hij door zijn grote kracht ook bijzonder interessant wordt om in woestijnrallies te gebruiken of op langere ritten. Dus die rechtdoorstabiliteit gekoppeld aan de hoge snelheid is een extra troef waar Sherco heel sterk op inzet. En toch slagen ze erin om de motor wendbaar te houden. En dat hebben ze dan weer gedaan door de vork een steilere balhoofdhoek te geven. Ook daar dus weer compromissen die eigenlijk alleen maar goede punten opleveren. Kijk aan de afwerking. Sherco heeft voor heel veel details oog gehad. Kleine details, zoals de zachte moussen rubbers op de kant om geen pijn te hebben aan de handen. Compacte verwerking van de startknoppen. Ook een keuzeknop voor verschillende mappings, waardoor je het motorkarakter lichtjes kunt aanpassen. En het allemaal in een vrij geslaagd jasje. Nu, je kunt reden twisten over smaken en geuren en ook kleuren. Maar de blauwe kleurstelling van Sherco is iets wat in het enduro-wereldje heel goed aanvaard wordt. En eigenlijk is dit de motor waarmee ze hun opmars definitief moeten verder zetten. Sherco is heel sterk begonnen met een aantal basismodellen. Dit is nu de top of the range. Het 2016 model komt eraan in de zomer van dit jaar al. Dus wie vroeg wil beginnen met een nieuwe motor en eigenlijk ook een beetje met een nieuwe insteek, is met Sherco aan het juiste adres. In het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw werd de GTI door Volkswagen met de Golf uitgevonden en dat was ook meteen een fenomeen. Iedere constructeur die naam waard had er eentje in zijn gamma en Peugeot had met de 205 zelfs een van de hotste hatches. Het doet ons dan ook bijzonder veel leed dat deze 208, de erfgenaam dus, de top 5 van GTI's niet haalt. Niet dat hij niet GTI genoeg is, integendeel, hij heeft een prima motor. Goede ophanging, goed stuur, goede versnellingsbak. Maar de opstelling van het dashboard binnen is voor ons lijf en onze afmetingen niet bepaald ideaal. En boven alles, en dat ga ik u laten zien, heeft deze GTI een tankklep die je met de sleutel moet openen. Dan sta je daar met je vriendin aan het tankstation en kan zij niet meer verder naar Q-Music luisteren, omdat jij moet tanken. Dat vinden we iets te achterloos voor een auto van 24.000 euro. Haalde de top 5 wel en wel op 5. Opel met zijn Corsa OPC, een directe concurrent van deze 208 GTI. En dat niet alleen omdat hij wel een centraal afgesloten tankklep heeft. OPC komt van Opel Performance Center en dat houdt zich vooral bezig met de ophanging, met koniedempers, remmen, Brembo's en motor, en die zijn boven alle twijfel verheven. Toch heeft deze Corsa met zijn korte wielbasis een uitdagend rijgedrag, zeker bij remmen in bochten. Aan de binnenkant ziet hij er keurig uit, maar fundamenteel niet anders dan de beter aangeklede Corsa met een diesel. En dat is een opmerking die wel eens voor alle GTI's geldt. Optioneel kan je wel voor Recaro-stoelen kiezen en dat zouden we meteen willen aanraden. 207 pk, 280 Nm. Mag u gaan ophalen als u een ruil 22.000 euro meebrengt. Op 4 de stamvader aller GTI's, de Volkswagen Golf. Jazeker, in zijn 7e versie. De Golf is een prima geëngineerde auto, maar aan de buitenkant en zeker aan de binnenkant iets te zakelijk voor een sportauto.
Maar het doet niets af aan zijn rijkwaliteiten en die zijn gigantisch goed. Een slipdifferentieel houdt de krachten op de voorterrein in het gareel. De DSG-versnellingsbak doet snel en accuraat het schakelwerk. De ophanging weet raad met het meest avontuurlijke rijgedrag op gelijk welk wegdek. En het gaat allemaal zo makkelijk dat je je er zelf van verdenkt een uitstekend chauffeur te zijn. Wat u meestal niet bent. Maar de Golf GTI vergeeft zelfs mismeestering. 210 pk, 260 Nm uit een 2 liter turbo aangeblazen motor. Daar komt u al een eind mee weg. Hij is wel flink prijzig met zijn 34.000 euro en dat doet hem punten verliezen. Op 3 de Japanse uitzondering op de regel en die komt gelukkig van Honda met de Civic Type R voor het eerst met een turbomotor. In tegenstelling tot de Volkswagen Golf is dit wel een uitbundige auto, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Je zou hem zelfs te uitbundig kunnen noemen. De Type R zet schitterende prestaties neer en de motor, hoewel drukgevoed, is een regelrechte Type R vierpitter. 310 pk haalt Honda eruit en dat is ronduit indrukwekkend voor een voorwiel aangedreven auto. De ophanging kan je elektronisch regelen en dan wordt met die R-knop ook het stuur een stuk directer. Dat is heerlijk rijden en dat de Civic Type R nu als snelste voorwielaandrijver de Nordschleife heeft afgelapt, is wellicht vanzelfsprekend. De Civic Type R gaat voor 34.000 euro naar de potentiële koper. Op 2 de Mercedes met de AMG met een motor van Renault. Die AMG tot 360 pk wist op te fokken, een recordcijfer. 180 pk per liter cilinder inhoud. Het heeft AMG nog niemand nagedaan met een seriemotor. En die hele cavalerie kun je natuurlijk niet alleen naar de voorwielen sturen. Dan rij je je voorras in geen tijd in frut. Vierwielaandrijving dus. En dat maakt hem onder meer 1,5 ton zwaar. Qua pk-gewichtsverhouding is hij net iets beter dan de Civic Type R. Maar met de vierwielaandrijving komt hij sneller uit de startblokken. Dat AMG de sound van de motor elektronisch bewerkt, vinden we een minpunt. En vooral de kunstmatige afterburn geluiden vinden we kinderachtig. Dat kan je allerminst zeggen van de prijs. Een kleine 50.000 euro en dat kost hem zijn plaats aan de absolute top. Want op 1 staat de Renault Megane Trophy en dat heeft niks te maken met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, maar alles met een heel duidelijke keuze voor sport. Er is stevig over gediscussieerd, want je kan hem niet meer kopen. Maar dat doet niets af aan de kwaliteiten van de auto die 275 pk uit een 2 liter viercilinder haalt en die pk's zeer verstandig naar de voorwielen stuurt. Die voorwielen worden door een sper gecorrigeerd. Uitaccelereren van een bocht kan dus bijna neutraal gebeuren. Geen achterbank, all-in dempers, een Akrapovic uitlaat met een heerlijke sound, een stuurwiel in Alcantara. Het maakt van deze Trophy een bijzonder fijne en ook eigenzinnige auto om mee te rijden. U zal hem tweedehands moeten kopen en hij is maar in een beperkte oplage gebouwd en initieel kostte hij 37.000 euro. Dus dat wordt naastig zoeken. Japan quality. Yokohama.